Oh, Sean. Kijk, daar is hij. Dat is de kamer. Oh, wat leuk. Heerlijk, heerlijk. Zet je ons van de goede kant op? Met al die slechte cijfers. We hebben alleen maar twee goede kanten, toch? Nee, maar het is leuk, want als je dat dan plakt aan het filmpje van zoveel jaar terug, dan moet dat iets heel moois worden. Oh, ja, apart, hè? Ja. Erg, hè? Dus toen... Nou ja, oké. Hij staat eerst op mijn trompet altijd te toeteren. En dan moest het dus uiteindelijk doen. Maar toen kwamen we thuis. Zie je toch veel? Wat was zij dan meer dan? Hier zijn wel ze op zichzelf, dat is toch overzicht. Dat is de kandidaat. En lukt hij was al gestopt. Dus dan is dat makkelijker. Ja, mag ik ook niet één stukje in de week? En? Nou, één stukje dan. Alleen op zondag. Ik heb elkaar nog wel gezien. Oh ja! Jezus! Wat een mooie haar. Wat ben je hip. Ja. Af en toe moet er iemand zijn die de cameraman. Wat zegt u? Dat u de cameraman. Wat mooi dit, wat leuk, wat groot. Ja? Ja. Wat komt u doen? Ik kom gezellig met bijna nichten en ik. Op visite. Ja. Dat meisje, ja, die was echt ineens buiten. En wat het ergste was, toen ging daar die aardbeienplantjes in. Oh god, en ze, dat ga ik niet eten hoor. Nee, dat ga ik niet eten. Nee, dat snap ik. Oh. Mag dit open? Heerlijk. Ja, Joke, daarom heb ik het daar neergezet. Nou, dat is de beste. Dankjewel. Ja. Ik heb één foto van mijn gezin. De pasfoto. Dat denk ik wel net eens. Ja, nou, dat zag ik dit juist. Kijken. Oh, Jan. Ik heb jij gekend. Dat je als journalist twee de maatbodem mag komen. En zijn verhaal. Ja, dat doen we wel prettig hoor. Hij was de eerste HBS-analyst. Maar omdat hij doof was, kon hij eigenlijk zijn mond voor de mond mee. Of elementen gestart. Ja. Daar heeft hij dus wel die tijd doorgemaakt. Toen werd hij meer buitenlandse. 55 tellen, kijken naar de mensen. Zijn die boeren eigenlijk wel gelijk? Toen is hij samen met andere mensen gezegd van, weet je wat we doen? We gaan in Poeldijk gaan we een veiling oprichten. Dan zijn we van die commissaris af en dan gaan we daar al onze goederen naartoe brengen. En op de veiling wordt dan de prijs geboden die op dat moment het meest gunstige voor ons is. Anders hebben we onze kunst. Maar houd alleen in, je mag het dan niet onderhands verkopen. Ik dacht dat was, ik ben 19 jaar, ik schrijf zelf met een bandschriftpen. Ik heb ook zelf... Volgens mij een gewone vulpen. Ja, nou nee, vooral op een handstoel.
Ik bedoel wat hij op zijn rug had. Als je dan ziet dat handschrift met die inkt, is volgens mij gewoon... Bij Koop ook een verjaardagskaart. Het is gewoon een schitterend geschreven. Van dat talent voor schrijven. Maar ik vond de taal die hij gebruikt is ook zo leuk, dat woord subiet en zo. Ja, en, ja, verschillende uitdrukkingen die ik niet ken. Ja. Hoe komt hij daarop? Ja. Dus dat hij taalvaardig is. Ja. En ze stierven af. Dat moet hij dit gezegd hebben, want ik ken het geen geschreven, maar het wordt hier bij ons nooit gebruikt. Die zijn zo altijd bezig. Dat vond ik wel opvallend, dat de man weer met planten heeft. Wist toen nog niet dat hij ook tuinder was geweest. Dat is niet bekend. Hij is ook zaadhandelaar geweest in Engeland en toen ging het natuurlijk helemaal mis. Ja, dus het was heel kort eigenlijk dat hij dat is geweest. Maar hij staat dus wel in het Westland. In het... Ik vind het zo gek, ik heb een zakje gekocht met dahlia's. En er komen andere dahlia's uit dan op het zakje staat. Ja. Tot kijk! Ja, ja, doeg! Ja, ja, Thank you.